een foto van het kampioensteam. En juichen! Jolijn zit op voetbal en drinkt elke zondag met veel plezier. De avond voor de training legt ze haar spulletjes al klaar. Ik ga zo meteen trainen. Help je mee? Ja. Het zijn twee voetbalschoenen. En daar kan ik keihard op. En dit is mijn voetbalshirt die ik aantrek. Dit zijn mijn schermers voor de benen. Ik vind het leuk omdat ik hou van scoren. Van trainen en van een partijtje. Wil jij later ook op voetbal? Ja. Dan moet je er 5 jaar voor zijn. Ja. Dit is mijn voetbalkamer. Ik wil heel veel spotjes in mijn kamer hebben. Omdat ik dat leuk vind. Zie je? En die heb ik zelf uitgekozen. En ik vind Lieke Martin de beste van de wereld, omdat dat ook daar staat in het boek. Ik vind het heel leuk om heel veel keer te winnen. Ik wil ook zo goed zijn als Lieke Martens. Ik wil ook de beste van de hele wereld worden. Er zitten heel veel goede spelers in. En daar heb ik die posters uitgehaald. Ik had deze gekregen. Deze medaille in 2017 bij voetbal. Dus toen dacht ik 3e plaats. Ik heb keepershandschoenen die ik had gekregen van mijn vriendje Mees. Ik denk eigenlijk bijna elke dag aan voetbal. Ik droom er ook soms van. Dan droom ik dat ik een goal maak. Of dat iemand naar mij de bal past en dat ik dan in het goal schiet. Want ik had gisteravond droomde ik al dat het al een nieuwe dag was. Als ik droom, dan lijkt het net of ik al aan het voetballen ben. Mama, wil ik mijn vetjes trekken? Ja, ga maar lekker zitten. Wat ging je vandaag ook alweer doen bij voetballen? Dribbelen. Dan moet je langs iemand spelen en papier in de kool te schieten. Ja, heel goed. Maar goed je best doen dan, hè? Goed oefenen. Ja. Ik ga straks voetballen en dan ga ik trainen. En dan gaan we een partijtje doen, denk ik. En ik denk dat het heel leuk wordt. Trainer Mo legt de pionnen neer. De voetbaltraining kan elk moment beginnen. Jolijn staat te popelen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Hebben we er allemaal zin in? Ja. We gaan vandaag oefenen met dribbelen. Wie weet van jullie wat dribbelen is? Kan iemand dat mij vertellen? Jolijn, weet je wat dribbelen is? Weet je hoe je de bal moet beheersen met dribbelen? Ja? Dat is veteren. En korte bal of lange bal? Korte bal. Goed zo. Ik ga even een voorbeeld geven, jongens. Goed opletten. Ja? Jolijn, even een stapje naar achteren. Dan ga ik even laten zien wat we gaan doen. Dribbelen, heel belangrijk. Voet ervoor. En je gaat hinkelen. Zie je dat? Zo ga je met de bal dribbelen, 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 dribbelen. Kom je hier bij de witte pion, paas je naar Oscar. En dan ga je achteruit weer terug. En dan ga je hier staan, dan ga je wachten totdat de bal weer komt. Ja. Komt hier, Jolijn? Bij dribbelen raak je bij elke stap de bal. Blijven kijken, blijven bewegen waar de bal komt. Ja, doe maar. Komt ie. Bewegen is dat, ja, kom maar. Aannemen, dikje. Juist. En weer paas. Naar achteren. Moet je bal dribbelen. En dan bij de pion moet je schieten. Links, rechts, komt ie. Goed zo. En dan ga je weer dribbel, dribbel. Dribbel, dribbel, dribbel. Binnenkant. Hij deed eerst voor en dan moest
moest je zo en met de bal moest je zo en met even keer zo met de andere zo steeds door de pion heen. Het is heel makkelijk, toch? Ja. Ja. Je moet gewoon eigenlijk gewoon dribbelen. Ja, gewoon door die pionnetjes. Ja, dat is simpel. Ja. En als je nou eenmaal klaar bent, gaat de volgende weer. Dus het is eigenlijk gewoon makkelijk. Ja, gewoon in de rijtje staan en dribbelen, toch? Oké, we hebben net geoefend. Wat hebben we gedaan? Gedribbeld. Gedribbeld. En wat is er belangrijk aan dribbelen? Dat je de bal meestal altijd hebt. Ja, heel goed. Dus hoe korter de bal, hoe meer controle je hebt. Ja. Dus wat betekent als we geen wedstrijd hebben of geen training, wat ga je doen met de bal? Dribbelen. Ga je die thuis oefenen? Ja. Ja. Als we nu gewoon even een partijtje gaan spelen? Yeah. Ja. Maar waar gaan we mee oefenen tijdens het wedstrijd? Dribbelen! Juist, dat is heel belangrijk. Dribbelen, pasen. Dribbelen, pasen. En daarna kijken we wie gaat scoren. In de volgende aflevering van de Pupillen gaan we penalty schieten.